Welkom bij de Kat Kolmo podcast. Hey, welkom bij een nieuwe podcast aflevering. En vandaag heb ik de gast Kim Marivoet. Hey Kim, hallo. Welkom. Hey, hallo, dag Kat. Welkom in de uitzending. Wat leuk dat jij er bent. Ja. Wij hebben elkaar ontmoet in Miami. Dat is zo'n cool verhaal. Bij een mastermind. Ja. En jij was daar aan het fotograferen. En jij kan zulke mooie foto's maken. Echt heel tof. Maar verder weet ik eigenlijk niet zo heel veel over je. Dus zou jij misschien wat meer over jezelf willen vertellen? Ja, natuurlijk. Ik ben dus Kim Marivoet. Ik woon in een klein dorpje aan de Ruppel. Dat is gelegen tussen Antwerpen en Brussel. En ik woon daar samen met mijn man en jeugdliefde, Valentijn. En Flo, onze 11-jarige, bijna puberdochter. En ik ben dus personal brand fotograaf. Of personal brand en marketing fotograaf. Voor high-level ondernemers en sterke merken in binnen- en buitenland. Dat is het, denk ik. Wil je nog graag iets weten van mij? Ik ga je zo nog een heleboel vragen stellen, dus dat komt goed. Maar oké, brandfotograaf. Ik vind het interessant. Wat houdt dat in? Ja, het is eigenlijk personal brand fotografie. Hè. Dus het gaat over de ondernemer zelf en ietsje minder over het bedrijf. Kan ook wel hoor, in marketingfotografie kan het over het bedrijf, over producten gaan ook natuurlijk. Maar personal brand fotografie gaat eigenlijk over de ondernemer zelf. Dus niet verstoppen achter jouw merk of jouw logo, maar jezelf in de picture zetten. Daar komt het eigenlijk op neer. Cool. Ja, voor high-end ondernemers. Wat leuk. Ja. En ook in binnen- en buitenland, dat klinkt ook goed. Ja. Heerlijk. Ja, nou ja, wij ontmoeten elkaar inderdaad in Miami. En daar heb je ook heel veel toffe foto's gemaakt van ons. Dat was ook heel leuk. Ik kan me nog herinneren dat je in die mastermind... er gebeurt natuurlijk een heleboel bij een mastermind. Dan ga je heel erg diep op je business in. En ik weet nog dat ik toen een heel emotioneel moment had. En dat ik in tranen was. En dat jij toen een foto hebt gemaakt. En dat vond ik zo cool. Want ik dacht, ja, moet je maar durven om iemand op een heel kwetsbaar moment zo te fotograferen. En het is zo'n geweldige foto geworden. Dat vond ik echt heel tof. Dus dat zegt wel iets over jouw talent, vind ik. Oh, ja, dankjewel. Ja, en ik wil er nog even bij zeggen dat dat toen heel speciaal ook was, dat moment voor mij. Want ik weet nog dat ik achter mijn computer zat en ik hoorde jou wel vertellen. En ik was wel mee in het gesprek, maar ik was terwijl ook de foto's van de dag daarvoor aan het editen op mijn computer. En ik had ineens zo'n gevoel van, je moet nu opstaan en je moet nu naar die tafel of naar die ruimte waar jullie zaten, moet je nu naartoe lopen. En dat was toen net op dat moment dat jij de waterlanders bij jou was. En dat was echt wel grappig, want dat was, ik voelde dat echt aan van ja, ik moet daar nu naartoe. En ik vind dat ook wel leuk dan, want ja, het is altijd even afwachten hè, of dat jij dat ook leuk vindt natuurlijk. Hè, want het is zoals je zegt op een kwetsbaar moment. Maar je hebt hem achteraf ook gedeeld nog hè, op je social media. Dus dat vond ik ook wel heel sterk van jou. Want ik kan even goed zeggen van dat is een foto voor mijn privé archief of zo. Maar ook heel knap van jou dat je hem effectief ook... Ook gebruikt en laten zien hebt ook. Ja. En ik heb daar zoveel reacties op gekregen. Ja. En dat was heel bijzonder, want ik dacht ook, ja, ik wilde ook, normaal gesproken zou ik nooit dat soort foto's van mezelf laten zien. En ik bedoel, wat je zegt, dat je personal brand fotograaf bent, ja, dan wil je ook natuurlijk iemand op een hele echte manier, maar wel ook op een sterke, krachtige manier. Je zou niet denken emotioneel per se willen laten zien. En ik vond het zo grappig dat ik normaal gezien ook altijd natuurlijk gewoon de beste foto's van mezelf uitkoos. En dat het grappige is dat ik geen enkele foto is geweest waar ik zoveel reacties op gekregen heb als op deze. En toen dacht ik, hey, dit is interessant. Want het is ook eigenlijk wel tijd, en daarom deed ik het ook, om gewoon meer de dimensies van jezelf te laten zien. Ja. En
ja, weet je, mensen zijn niet alleen maar dit en alleen maar lachend en vrolijk. En weet je, er zit ook een andere kant. En weet je, je kwetsbaar durven opstellen of je emoties durven laten zien, dat kan ook een kracht zijn. En zo heb ik hem ook, ja, weet je, zo voelde ik het zelf ook op dat moment. Ja, ik vond het heel cool dat je het vastlegde en dat je het durfde. Dus ja, dat was heel tof. Ja. Dus ja, ik denk, hoe, dat is, nou ja, dat is toch, ja, ik weet niet of ik het zou durven. Ik heb ook jarenlang gefotografeerd. Ja, ja. En, ja, het was sterker dan mezelf. Ik moest hem gewoon maken, dus. Cool. En ook, dit verhaal had je me nog niet verteld, dus ik vind het leuk om er ook bij te horen. Ja, wauw. Ja. Nou ja, goed. En wat ik er dus heel grappig aan vind, is dat je daar dus heel erg op je intuïtie gaat. En dat je ook een soort van, dat meeneemt in je vak eigenlijk. Ja. En in deze podcast wil ik het daar natuurlijk over hebben. Over van hoe werkt het voor jou. En ook, maar het gaat ook over rijkdom. En dit vind ik dan zoiets van waarvan ik dan denk van dat maakt dat, ja, dat is iets wat jou rijk maakt in mijn ogen dan. En rijkdom gaat ook over geld. Hè? Dus het is natuurlijk, ja, ik wil dat hebben over rijkdom in de brede zin van het woord, maar het gaat ook over geld. En jij verdient je geld met mooie portretten van mensen maken. Hoe cool is dat? Dat is ook niet iedereen gegeven trouwens, tussen haakjes. Maar ik vroeg me zo eens af, wat heb jij nou van huis uit meegekregen over geld? Ik heb vooral meegekregen dat je veel geld kan verdienen, maar dat je daar wel hard voor dient te werken. Dus dat geld verdienen sowieso gelijk staat aan hard werken. En dan over het werkgedeelte ook vooral van als je wil werken, dan kan je werken. Dus dan heb ik het niet over werkgeluk of zo per se, hè, maar gewoon eerder in de zin van je kan altijd werken als je dat wil. Ja. Ja, dat heb ik ook meegekregen inderdaad. Zo. Ja, ook een beetje niet lullen, maar poetsen, zoals we dat in Nederland noemen. En maar ook inderdaad, ik vind het wel interessant, want je hebt dus gekozen voor het vak van fotografie. Nou, dat is nou niet per se iets waarvan je in eerste instantie denkt, nou, daar gaan we eens even heel veel geld mee verdienen. Dat is vooral heel hard werken, maar dat is niet per se aan de geldkant, is niet per se zo van bijvoorbeeld al beloofd dat het dat kat in het bakkie zal zijn. Dat klopt. Nee, maar ik heb voordat ik fotograaf werd, ben ik ook eerst werknemer geweest. En ik was altijd zo degene die als laatste op kantoor zat. En die in de weekends terugkwam om nog van alles af te maken. Ik had elke maand, of niet elke maand misschien, maar toch bijna elke maand werknemer van de maand kunnen zijn. Als die prijs als zou dat bestaan. Daar hadden. Ja. Maar die heb ik dus nooit gewonnen, maar het had wel gekund. Maar nee, maar even om aan te geven dat ik altijd heel plicht en trouw bewust was en dat ik ook altijd wel gewoon een harde werker was. Dat ik altijd wel mijn job heel goed wilde uitoefenen. En dan op een bepaald moment had ik zoiets van, ja, als ik dan toch al avonden en weekenden werk voor mijn baas, ja, dan kan ik dat evengoed voor mezelf doen. Hè? Want als je dan de overstap maakt van werknemer naar werknemer naar ondernemer, zo moet ik het zeggen, dan dat is voor de meeste mensen vaak wel een grote stap. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, aan mijn werkethiek zal het niet liggen. Dus we gaan gewoon proberen. En ik ben ook eerst jarenlang fotograaf, newborn fotograaf geweest. En ik heb heel veel voor families gewerkt. En ik had echt een volle agenda en eigenlijk een succesvol fotobedrijf. Maar langzamerhand is de interesse voor mijn... of voor de ondernemers die ik ontmoette tijdens mijn eigen ondernemersreis, is wel groter geworden. En heb ik na een tijdje, of na 12 jaar eigenlijk, toch gekozen om die richting dan ook uit te gaan. Maar het werkritme, zal ik maar zeggen, dat is nog wel hetzelfde hoor. Dat blijft wel natuurlijk, ja. Maar het is toch anders als je het voor jezelf doet of dat je het voor een baas doet? Ja. Het is toch een ander gevoel. Ik merk het ook. Ik werk ook best veel.
En, maar het is gewoon een ander gevoel. Ja. En het geld wat je verdient, dat is, ja, dat is je eigen verdiensten. Dat voelt anders. Ja. Op een of andere manier. Nou ja, alle ondernemers die luisteren, die kunnen zich daar vast in vinden. Want dat is altijd wel een van de redenen waarom ze ondernemer zijn geworden. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja. Hé, hey, maar en als jij geld hebt, Kim, waar geef je het dan graag aan uit? Of waar geef je het aan uit? Aan reizen, sowieso. Ja. Ja, wij wonen in een klein rijhuisje, in een klein dorpje. Mijn droom is natuurlijk wel om ooit een groot huis in het bos ergens of zo te hebben. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. Maar wij hebben ervoor gekozen om klein te wonen, om ons geld aan andere dingen te kunnen uitgeven. Dus wij gaan zo vaak als we kunnen, maken wij verre reizen, ook met onze dochter. Dat is natuurlijk nu met corona, is dat een beetje, ja, loopt dat een beetje in het honderd. Maar normaal gezien hebben we echt grote, grote reisbudgetten. Ja. Ja, en ook echt hele mooie plekken ook, hè? Ja, ja. Ja, we zijn al een paar keer naar Azië afgereisd. Maar Afrika is wel onze place to be. Dat is echt iets waar dat we allebei, zowel mijn man als ik, en daar ben ik eigenlijk heel blij om, dat we dat samen delen. Want ja, voor hetzelfde geld is dat niet zo. Wil er iemand graag, weet ik veel, nieuwe ramen in een nieuwe voordeur plaatsen of zo? En wil de andere graag op vakantie? Dus dan kan je wel een probleem krijgen. Maar bij ons is het niet zo, gelukkig. En ja, wij reizen al... we zijn al 10 keer of zo ondertussen in Afrika geweest. En onze dochter die gaat ook al mee vanaf dat ze 10 maanden is. Dan hebben we haar de eerste keer meegenomen. Dus het kind is nu 11 en zij heeft vaak al meer van de wereld gezien dan andere mensen in hun volwassen leven. Ja. Wauw, wat cool. Ja. Je hebt soms van die kaarten en dan kan je dat zo afkrassen van waar je allemaal geweest bent. Of van die pinnetjes erin zetten. Ja. Jouw dochter heeft gewoon die kaart al. Ja, dat is ook zo. Maar ik heb ook effectief voor haar zo'n wereldkaart gekocht. En ze zegt, ja mama, ik begin er niet aan. Ik begin er gewoon niet aan, want binnenkort kan ik niks meer afkrassen. Dat zei ze ook. Ik rol er ook meteen vanaf. Wat heerlijk. Ja, nee, ik hou ook van reizen. Ja, ik snap het wel. Nou, het is nu even minder. Maar goed, dat komt wel weer. Toch? Ja. Ja. Ik hou goede hoop hoor, dat het allemaal goed komt. Ja, toch? Ja. Hey Kim, en als jij, stel nou dat jij nog 1 tientje zou hebben, hè? Ja. Waar zou je het dan aan uitgeven? Het is niet voor altijd 1 tientje, maar zeg, er zit nu, je weet van, ik weet niet precies wanneer er weer geld komt, maar ik heb nog 1 tientje. Wat doe je? Goh, ik zou daar niet te veel over nadenken, denk ik. Ik zou gewoon nog daarmee mee doen wat er nodig is of wat er... Ja, of je nog 1 tientje hebt of niks meer, dan maakt ook niet zoveel niet meer uit. Dus ik zou gewoon blijven doen wat ik aan het doen ben. En we zien dan wel weer hoe het... Hoe of waar er terug geld op de bank komt. Ja. Of wanneer. Ja. Ik vind het wel cool, want jij hebt er dus wel vertrouwen in. Dat vind ik wel grappig. Ja. Ja, je hebt ook mensen... Nou, dat zou mij nooit overkomen. Dat zou mij wel kunnen overkomen. Maar ik denk daar ook niet zoveel over na, eigenlijk. Het is wel belangrijk, natuurlijk. Hè. En ik wil ook graag geld verdienen om op vakantie te kunnen gaan of om te kunnen reizen. En onze rekeningen te kunnen betalen en al wat je wil. Maar... Ik denk daar nog... Ik heb geen huishoudboekje of zo. Of ik weet niet wat wij uitgeven aan eten. Of dat weet ik niet. Het is gewoon, zolang ze geld op de bank staat, is het prima. Ja. En daarna zie je het wel weer verder. En als je een tientje op straat vindt? Het is een cadeautje, even zo. Ja, dat vind ik echt een cadeautje. En dan zou ik, als ik tijd zou hebben op dat moment, dan zou ik echt... Dan zou ik een lekkere koffie gaan drinken of met mijn dochter een ijsje gaan eten of zo. Dat zou ik dan wel doen, denk ik. Want dat zou ik dan echt beschouwen als zo'n een klein gelukje of zo dan. Ja. Ja. Tof. En als geld geen rol zou spelen, als je gewoon, nou ja, je doet de kraan open en het komt er gewoon uitstromen. Het is echt, ja,
Waarschijnlijk kan je het niet opkrijgen. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Oh, ik denk dat wij nog meer zouden reizen dan. En misschien ook wel zelfs langere tijden in het buitenland zouden wonen. Maar ik zou dan niet bijvoorbeeld mijn eigen huis van de hand doen of zo. Ik zou het dan wel willen behouden, want ik wil wel graag terug een plek hebben om terug naartoe te keren. Dus ik zou niet graag echt 10 jaar of zo in het buitenland wonen, dan niet. Maar wel voor een aantal maanden of een half jaar of de winter of zo ergens anders door te brengen. En, waar dacht ik net nog aan? Ik ga even kijken naar mijn notities. Hè. Oh, ja, doe je ding, hoor. Oh ja, wacht, een heel belangrijke nog. Ik zou personeel in dienst nemen om alles te doen wat te maken heeft met het huishouden. Ja, want dat vind ik echt ik ben geen goede huisvrouw eigenlijk. Ik ben wel een goede mama. Ja, dat mag ik wel zeggen. En ook een goede echtgenote, denk ik. Maar een huisvrouw. Ik ben blij dat je dit kadertje ziet hier op de Zoom. Want de rest is een beetje rommelig en zo. Dat mag je niet zien. Oké. Herkenbaar. Ik moet zeggen, ja, ik woon nu in zo'n kleine studio dat je wel op moet ruimen. Plus ik heb niet zoveel spullen meer. Ik heb heel veel spullen weggedaan. Dat scheelt wel in de rommel. Maar ja. Ik moet zeggen dat ik ook de afgelopen jaren altijd iemand heb gehad als hulp. En nu vind ik dat ik een te klein appartement heb. Vind ik dat niet kan maken. Ik denk echt van ja, 30 vierkante meter, kom op zeg. Dat moet je zelf wel kunnen. Maar bij wijze van, ja, ik snap het wel. Ja, maar wij hebben hulp hoor. We hebben iemand, of we hebben twee hulpen en die komen in totaal 6 uur per week. Maar ja, dat lukt, dat krijg je niet alles gedaan. Dan blijft er nog altijd strijk liggen. Of ik wil ook gewoon graag iemand die voor mij naar de winkel gaat en die mijn eten kookt of klaarmaakt en die mijn administratie doet, die mijn rekening betaalt. Ook van die dingen die altijd blijven liggen anders. Dat zou ik echt heerlijk vinden als iemand dat van mij zou overnemen. Ja. Cool. Grappig. Ik denk bij heel veel dingen, maar ik ben een beetje een oplossingsgericht type. Ik denk dan bij heel veel, ja, dat kan toch gewoon automatisch. Maar, oh ja, tuurlijk. Ja. Ik laat mijn boodschappen bezorgen bijvoorbeeld. Ja, dat is zoiets dat ik denk van, maar dat kan misschien niet in een klein dorpje. Maar dat is hier in Amsterdam natuurlijk een stuk makkelijker. Ja, dat is wel een verschil. Ik wil dit en dan komt het gewoon. Ja, het kan wel hoor, dat kunnen wij wel doen. Maar dan krijg ik altijd, ja, ik hecht heel veel belang aan verse groenten, bijvoorbeeld. En het is dan vaak als je iets online koopt, dat je dan de minst verse groenten ontvangt. Of zo is het toch bij ons. En ja, ik wil niet 3 of 4 na 3 of 4 dagen een verlepte prei en een beschimmelde wortel moeten eten. Dus dat wil ik dan niet. Dus ik wil dan echt gewoon iemand die voor mij naar de winkeltjes gaat, waar ik weet dat het goed is en waar het biologisch is. En dat ik gewoon kan zeggen, dat moet je in die winkel halen, dat moet je in die winkel halen. Ja, zo dan eerder, ja. Een personal grocery shopper. Ja. Ik zit nu te denken, je hebt wel een punt. Want dat heb ik inderdaad ook wel ervaren. Want ik eet tegenwoordig bijna alleen nog maar groenten. En dat merk je inderdaad wel. Dat is inderdaad minder vers. Dat is echt wel een dingetje. Dus dat is wel... Ik snap je punt. Hey, en als je zeg maar... je hebt dus plenty oneindig money. En je kan... Want zou je dan ook bijvoorbeeld een huis in Afrika kopen? Of zou je... weet ik veel, andere dingen kopen? Ik hoef geen eigendom of zo. Ik vind het juist leuk om naar verschillende plaatsen te gaan. Maar bijvoorbeeld in Afrika, in de nationale parken, is het is enorm duur om daar te blijven overnachten. Ook de toegangsfee is heel duur.
En vaak kunnen wij... Wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij een privékamp laten bouwen eigenlijk voor ons drieën. Omdat wij al de jaren daarvoor op bestaande campingplaatsen hebben geslapen. Maar er is dan heel veel volk, heel veel lawaai en dronken mensen en zo. En dat past echt niet bij dat beeld van Afrika dat wij in gedachten hebben of die plek waar dat wij naartoe willen gaan om die rust te vinden. Dus we hadden zoiets van, we betalen gewoon meer en we willen echt gewoon echt in de bush zitten. Echt weg van de wereld. En dat hebben we vorig jaar gedaan. En dat was echt heerlijk. Dat was iets om direct opnieuw te kunnen doen, maar dat is niet iets wat je voor 2 maanden bijvoorbeeld kan doen. Dat is echt maar iets wat je maar voor een paar dagen kan doen. Maar als het geld uit de kraan zou komen, dan zou ik daar gewoon veel langer blijven. Dat zou ik echt... Dat zou ik geen probleem vinden. Nee. Heerlijk. Ja. Nou, laten we daar naar streven dan. Ja, inderdaad. Hey, en Kim, wat maakt jou rijk? Kunnen doen wat ik graag doe en wat ik ook nodig heb om te doen. Ik vind het... dat komt heel vaak terug. Hè. Het wordt zo al een beetje afgezaagd of zo. Maar ondernemers worden vaak ondernemers omdat ze natuurlijk die vrijheid willen. Maar bij mij is echt die vrijheid van... ik werk niet zo goed met... Als ik echt een volle agenda heb en heel veel dingen moet doen, dan werkt dat niet zo goed voor mij. Ik sta heel graag 's morgens op. Er zijn altijd wel een aantal dingen dat er moeten gebeuren natuurlijk. Maar ik vind het echt heerlijk om 's ochtends op te staan en te denken van oké, waar heb ik zin in om vandaag te doen? En is het dan schrijven? Dan ga ik schrijven. Is het dan fotograferen? Ja, fotografeer met een klant natuurlijk. Ja, dat staat op de agenda. Dus dat moet, dat gaan we dan natuurlijk zeker doen. Maar de dingen die niet tijdsgebonden zijn, zal ik maar zeggen, vind ik echt heerlijk om daartussen te skippen. Want het is ook vaak dat ik 's morgens lig ik dan in bed. We staan ook heel vroeg op om tussen 4 en 5 loopt de wekker af. En dan blijf ik nog zo eventjes liggen en dan denk ik van oké, wat ga ik vandaag doen? Oké, dat en dat en dat. Dan sta ik op en dan drinken wij samen onze koffie. Dan ga ik douchen. En tegen dat ik uit de douche ben, zou het al kunnen dat mijn dag er helemaal anders uitziet. Dat ik in de douche besloten heb van nee, ik ga nu toch vandaag dit of dit doen. En dat vind ik echt, dat vind ik super. Dat vind ik echt heerlijk. Ja. Oh. Ja, dat klinkt echt goed. Maar zo, dat is wel vroeg. Ja. Opstaan. Ja, ik heb het een tijdje geprobeerd. Wilde ik lid worden van de 5 AM club. En dan ging ik om 5 uur staan. Maar ik hou ook zo van de nacht. Dus ik vind dat heel lastig. Dus voor mij is dat een dilemma van, wat kies ik? Want 2 uur 's nachts vind ik ook heel leuk. Dus, maar ja, 2 uur 's nachts en 5 uur 's ochtends, dat gaat niet. Ik heb nu 2 uur 's nachts en 7 uur 's ochtends. Dat is ook tricky, maar dat gaat wel. Maar dat is een beetje een soort van, ik hou van de nacht en van de ochtend. Ja, oh ja. Snap je dan, overdag. Dat is, ik vind het wel een mooi streven, ja. Ja, ik vind het vooral leuk om... want ik ben 's ochtends wel op mijn best eigenlijk. En als ik dan... Mijn man vertrekt ook heel vroeg naar zijn werk. En als hij dan de deur uit is, dan heb ik nog 2 uurtjes of 90 minuten voordat de dochter uit haar bed komt. En dan... Of op schooldagen dan toch, hè. En dan die ochtenduren zijn echt heel productief bij mij. Dus die wil ik eigenlijk ook... Ik vind dat heel fijn om dan even door te werken aan een paar dingen. En dan... Ja, dan soms dan vergeet ik ze dan op tijd wakker te maken. Omdat ik dan helemaal in de flow ben van iets te doen of zo. Dus dat is dan wel een nadeel. Maar tegen 2 of 3 uur in de namiddag heb ik dan ook een hele werkdag gehad. Hè? Dus dan is het ook wel fijn. Ja, nu niet, want het is nu even heel druk. Maar als het minder druk is, dan is het wel heel fijn om dan gewoon ook thuis aanwezig te zijn tegen dat de dochter van school komt. Dus dat vind ik wel heel tof, ja. Oh ja, dat is natuurlijk, zo kan het ook. En dan heb je toch die uurtjes voor jezelf gehad. En dan, dat is wel een goede manier om
Dat is een goede tip, denk ik, ook voor mensen die ondernemer zijn en die ook ouder zijn en ook er voor hun kind willen zijn. En altijd dat dilemma voelen van hoe combineer ik dat nou allemaal? Ja. Ja, want het is natuurlijk ook niet zo dat ik nooit nog 's avonds mijn laptop open doe. Hè? Want nu is het weer een drukke periode en nu doe ik dat wel. Maar ja, ik vind het wel... Allee, de avond probeer ik wel te reserveren voor Valentijn en Flo. En wij hebben ook een paardje waar we vaak 's avonds nog... We hebben een beurtrol, maar... vaak s'avonds ook moeten gaan voederen en zo. En dan is dat ook echt in de natuur met ons drieën. En daar, die tijd wil ik ook echt nemen om, ja, om tot rust te komen. En ja, dan ook de nacht in te gaan. Want ja, als je om 4 uur opstaat, dan lig je er om 10 uur of om 9 uur natuurlijk al in s'avonds. Dus de avonden zijn bij ons niet heel lang. Maar die probeer ik dan wel echt met ons drieën door te brengen. Ja. Tof. Mooi. Ja, dat is ook een manier om... Nou ja, weet je, zo zijn dus, dat vind ik ook altijd leuk van dit soort dingen. Dat je, dit soort gesprekken, dat je echt ook... ja, weet je, je kan je leven op zoveel manieren inkleden. En je kan zoveel verschillende... ja, weet je, als je iets belangrijk vindt, dat je dan gewoon kijkt van hoe kan ik daar dan tijd voor vrijmaken. Ja. Soms is het is even misschien een soort van ding om... Ja, weet je, voor sommige mensen is het echt een soort aanpassing. Ik had altijd de overtuiging dat ik geen ochtendmens was. Dus ik echt expliciet avondmens was. Maar dit is helemaal niet zo. Je kan dat ook veranderen. Ja. Ik ben 's ochtends ook heel productief. Ik kan 's ochtends echt, ik vind dat ook een heel lekker moment. Maar ja, je moet daar keuze in maken. Ik kan natuurlijk niet alles. Ja. Nee, allebei wordt lastig. Want dan ga je er niet meer fris uitzien na een tijdje, denk ik. Nee, en je hoofd gaat het ook minder goed doen, kan ik je uitleggen. Ja. Inderdaad. Echt minder goed nadenken. Dus je leeft een beetje op cortisol en op adrenaline. En dat is best lekker voor een tijdje, maar niet voor altijd. Nee, inderdaad. Ja. En even iets heel anders. Nou nee, het gaat wel over inspiratie. Ik vind het heel inspirerend wat jij vertelt. Over hoe je dag ook kan indelen en hoe het voor jou werkt. En ik ben ook nieuwsgierig naar andere vormen van inspiratie. Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete boek? Van alle tijden. En waarom? Heb je er eentje of niet? Ja, ik heb er eentje. En dat is eigenlijk eentje dat ik nog maar onlangs heb gelezen en onlangs heb ontdekt. Want ik ben zo iemand die 10 boeken op het nachtkastje heeft liggen. En ook gewoon 's avonds voor ik ga slapen, kies welk boek ik verder lees. Afhankelijk van waar ik zin in heb om te lezen. Het zijn allemaal boeken die te maken hebben met marketing of business of zo. Ik lees geen romans of zo, dat doe ik niet. Dus het zijn allemaal wel boeken waar je iets van kan opsteken op zich. Maar die hebben allemaal een andere insteek. Dus het hangt er echt vanaf waar ik die avond zin in heb. En meestal resulteert dat tot het niet uitlezen van een boek. Meestal kom ik ergens tot in de helft of 3/4, maar dan weet ik niet meer juist over wat het ging en dan wil ik niet meer opnieuw beginnen. Dus ja, ik wil het wel allemaal weten en tot mij nemen, maar ja, ook niet hoe het hoort eigenlijk. Ja, fijn. Maar het boek dat ik eigenlijk in één ruk echt heb uitgelezen en... wat ik nu binnenkort voor een tweede keer wil lezen, is van Louise Hay. En ik ken haar eigenlijk niet. Ze is heel bekend, of heel internationaal bekend, maar ik ken haar eigenlijk niet. En ik had haar naam ergens op een podcast, op een Amerikaanse podcast, sprak daar iemand over en dacht, even checken. En ik heb de Nederlandse vertaling gelezen van Je kunt je leven helen. En dat vond ik echt... Dan dacht ik van, wauw, dat heb ik echt in één ruk uitgelezen. En ligt terug klaar om terug te lezen. Ja, dat vond ik echt een heel, heel knap boek. Ja. Wat een coole tip. Ik denk dat dat boek toch wel een jaartje of 30 oud is. Want ik kan me leren van vroeger. Ja, op mijn 20ste of zo begonnen, denk ik, met zelfhulpboeken lezen. Zelfhulpboeken. Persoonlijke ontwikkelingsboeken. En dat is een van de eerste die ik toen las. Cool. Ja, dus het moest op mijn pad komen, denk ik. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus, Het is leuk hoe dat werkt. En ook dat het dan nog steeds zo inspirerend is. Want ik zou nu niet meer weten... je kunt je leven helemaal wel een voorstelling van maken waar het over gaat. Maar
Ja, dat je denkt van, hey, dat is grappig dat dat dan nu nog steeds actueel is. En, echt nog actueel. Ja, want ik schrok er ook van dat ik zag dat het in, ik denk zelfs eind jaren 80 of zo. Ik weet nu niet meer uit mijn hoofd, maar ik denk ergens eind jaren 80 de eerste editie van is uitgebracht. En dacht ik, wauw, dat is eigenlijk wel, ja, dat moet in die tijd toch redelijk... Ja, revolutionair of zo zijn geweest. Allee, toch heel anders dan... ik denk dat toch, ik weet het niet, maar... Nu denk ik dat het een... Ja, het is een andere tijd en we hebben meer toegang tot dat soort dingen waarover ze schrijft. Maar toen moet dat wel, denk ik... Ja. Toch zeker in België. Ja. Ja, of het was een staartje van de 70s, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, dat kan natuurlijk. Wat ik me kan herinneren is inderdaad een beetje een holistische kijk op gezondheid en op mindset en al die dingen. En dat was natuurlijk toen ook weer, dat was in de jaren 70 natuurlijk ook een dingetje. Ja. Maar goed, in de jaren 80 volgens mij niet, tenminste wat ik me kan herinneren. Zo oud ben ik al. Ja, grapje. Maar dat is... Maar ik vind het leuk dat je dat noemt. Ja, inspirerend. En ja, het zegt ook wel wat. Als je zoveel boeken op je nachtkastje hebt en je leest niet alles helemaal uit. En dat je dan één boek hebt waarvan je zegt, dat heb ik wel helemaal uitgelezen. Ja. Dat vind ik wel heel veelzeggend eigenlijk. Ja, heb ik nog nooit gehad. Nee. Cool. Ja, als het gaat over voorbeelden. Heb jij iemand die een voorbeeld voor jou is? Waarvan je zegt, die vind ik zo inspirerend. Mag een ondernemer zijn, maar hoeft niet hoor. Kan ook heel iemand anders. Ja, ik heb... als ik dan aan ondernemers denk, dan sowieso Stu McLaren. Dat is een Canadese ondernemer, een marketeer. En dan onze eigenste Eelco de Boer natuurlijk. dat zijn twee ondernemers waar ik heel erg naar opkijk en waar ik ook al heel erg veel van geleerd heb. Ja. En waarom vind je die twee, want die ene naam ken ik helemaal niet, dus ben ik nieuwsgierig natuurlijk. Waarom spreekt die persoon jou zo aan? Wat vind je daar, wat leer je daarvan? Ja, Stu McLaren is ook een podcast en die gaat over marketing vooral. Maar hij heeft zich eigenlijk, het is eigenlijk de uitvinder of een van de medeoprichters van... heet dat ook weer? Iets. Wacht hoor. Ja, ik kom er misschien dadelijk nog wel op, maar iets met WordPress of zo. Wishlist. Oh, Wishlist Members. Ja, Wishlist Members. Dus ja, dat is iets wat de dag van vandaag eigenlijk nog altijd wordt gebruikt, hè, wat internationaal wat heel bekend is. Dus hij is daarmee de oprichter van en hij heeft dan, hij is daar nu niet meer. Hij zit nu niet meer in het bedrijf, hij heeft zijn aandelen verkocht. Maar hij is zich gaan richten op memberships. Dus hij leert ondernemers hoe ze hun eigen membership kunnen opzetten. En wat ik daar vooral zo inspirerend aan vond, aan hem, want ik heb zijn programma ook gevolgd, dat hij gewoon echt zijn eigen ding doet. En dat is iets wat ondernemers wel vaak claimen, hè, dat ze hun eigen ding doen. Maar hij drijft echt zijn stijl heel erg door. En hij spreekt mij enorm aan, omdat hij is heel grappig. Hij is heel echt ook. En hij gebruikt felle kleurtjes Ja, hij is gewoon ook heel grappig en hij komt daar ook gewoon... Ja, hij laat dat ook toe en hij laat dat ook gebeuren. En ik ben eigenlijk qua persoonlijkheid, zal ik maar zeggen, lijken wij heel hard op elkaar. Maar ik heb mezelf altijd een klein beetje zo wat ingehouden. Want ja, dat hoort niet. Of je moet altijd een beetje aanpassen aan je doelpubliek of dit of dat. Maar toen ik dat programma bij hem volgde en toen ik zag hoe hij dat deed, dacht ik, wauw, dat was echt... Dan dacht ik van, het kan dus wel. En ja, dat is misschien raar dat ik dat zeg, want misschien dat iemand die nu luistert zegt van ja, je doet toch altijd wat je wil. Maar ik denk, of dat zit niet in mij. Of ik denk dat dat toch niet altijd 100% is. Maar toen dat ik dat van hem zag, dacht ik van, wow, ja, dat wil ik ook. En allee, dat is ook wel iets wat ik in mijn business nu ook gewoon nog meer wil gaan doen. Ja.
Wauw, cool. Ja. Klinkt echt goed. Ja, sowieso dat ik vind het ook interessant wat je zegt over die membership. Dat is natuurlijk zo, ja, heel veel ondernemers flirten daarmee. Met het idee van, dat je een soort community om je eigen brand heen bouwt, zeg maar. En dat je ook echt kan connecten met mensen met wie je wil connecten. Maar er zitten natuurlijk ook nadelen aan. Dus ik heb het al jaren dat ik denk, oh, dat ga ik ook eens doen. Maar dat heeft toch wel wat voet in de aarde, merk ik. Maar het is wel leuk om dan te horen hoe dan iemand dat dan zo opzet. En hoe je dan daardoor geïnspireerd kan worden. Ja. Tof. Klinkt goed. En Eelco, waarom spreekt Eelco je aan? Of wat leer je van Eelco? Ja, ik ken Eelco nog niet zo heel lang. Of ja, ik ken hem wel persoonlijk, maar niet zo heel goed natuurlijk. Maar ik heb al wel een aantal keer met hem gewerkt. En ik ken hem, of ik volg hem vanaf begin 2019. En hij was toen te gast bij iemand op een webinar. En ik had zijn programma gekocht van 5000 euro, zonder dat ik eigenlijk wist over wat het ging en zonder dat ik eigenlijk wist wie hij was. En ik had het geld overgemaakt en ik dacht, oké, wat is dit? Hier moet ik meer van weten. Ik was echt gewoon van mezelf een beetje zo flabbergasted of zo, van hoe komt dat ik dit bedrag betaald heb. Natuurlijk is het Mastermoves helemaal waard. En dat is niet wat ik wil zeggen, want het is echt een topprogramma. Maar wat mij vooral interesseerde was, van hoe heeft hij dat aangepakt, dat het ervoor gezorgd heeft dat ik het gewoon gekocht heb, terwijl ik hem eigenlijk niet ken. Want ik kende Eelco daarvoor niet. Dus dat vond ik wel op vlak van marketing, vond ik dat wel heel sterk, ja. Dat is echt heel knap. Ik ken hem wel al heel lang, sinds 2005 of zo. Maar ik heb nog nooit iets bij hem gekocht. En ik had inderdaad toen ook in één keer zoiets van, oh, ik ga dat Mastermoves kopen. En toen ook bij een seminar riep ik in één keer tegen hem, hey Eelco, ik zie je in Miami. Dat ik ook dacht, wat? Ik weet wat ik ga doen. Dat was ook zo'n vaag verhaal van, het kost zoveel. Er zit geen hotel in, er zit geen vlucht. Ja, we weten niet wat we gaan doen. We weten niet wat we gaan doen, maar het wordt vet. Ja. Nou ja, en ik dacht ook, oh, dit is best wel heel misschien onverstandig of zo. Maar ik vond het zo cool. Ja. Ik denk, oeh. Nou ja, dat viel ook niet tegen, gelukkig. Nee, het was wel vet. Nee, maar dat is ook... Dat is ook uiteindelijk hoe dat komt, dat ik in zijn team terecht ben gekomen. Want ik had dan dat Mastermoves-programma gekocht. En ik was dan... er zat dan een ticket bij voor het eerstvolgende event. En dat was dan, even denken, leven van internet. Dat was begin 2019. En we moesten toen een schrijfoefening doen. Nee, dat is wel een driedaagse event in Amsterdam. En we moesten toen een schrijfoefening doen ik weet niet meer juist wat de vraag was, maar ik had toen in mijn boekje geschreven, ik word de fotograaf van Eelco, maar hij weet het nog niet. Dus ja, dat was begin 2019. En ja, toen had dan wanneer zijn we naar Miami geweest? Dat was oktober of zo. Oktober 2019. Ja, dat is al een jaar geleden, hè? Hoe gek is dat? Maar dat heb je wel snel gedaan. Wat zeg je? Dat heb je best wel snel gedaan dan, want het was in januari, dat seminar was in januari. Want dat was ja, dat kan. Het was begin. En was dat begin je zo van, in een paar maandjes heb jij dat gewoon even gefixt. Ja, dus dat is eigenlijk wel... Dan dat is eigenlijk dan wel grappig als je er dan later over terugdenkt van hoe dat dan komt, dat je bepaalde dingen doet of op een bepaalde plaats bent. Ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om daarop terug te kijken. Dus in dit geval is de investering van Mastermoves me wel goed bevallen. sowieso, maar... Ja, maar ik vind het wel grappig, want dat is toch wel een stukje manifesteren, zullen we maar zeggen. Ja. Wat je dan doet en wat dan dus ook zo op een of andere manier dus dan op jouw pad komt. En dat snap ik ook heel goed. Wat je er straks zei over van je laatste tientje. Een soort van dat vertrouwen wat je dan hebt in dat dingen wel op zijn plek komen of zo. Als je dat een paar keer ervaren hebt van, hey, oh, ja,
als ik dat wil, dan kan dat ook gewoon. Ja. Het is niet onmogelijk of zo. Ja, nee, en het is niet dat ik daar dan heel erg mee bezig was of zo, maar het was gewoon op een bepaald moment kwam er een opportuniteit en dan ben ik daarop ingegaan en dan, ja, dan is het daar ineens. Dus het is niet dat ik daar dan elke dag een uur op zit te mediteren of zo. Dat is helemaal niet het geval. Ja, maar ja, even voor alle duidelijkheid. Ja, ja. 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 Maar het is wel grappig, want soms ben je wel vergeten dat je dat hebt opgeschreven. Van, hé, dat wil ik doen. En dan komt er zo'n mogelijkheid langs. En dan weet je gewoon, oh ja, hier moet ik op ingaan. En je weet, ja. En dan later lees je, oh ja, dat had ik daar opgeschreven. Ja. Soms heb je die associatie. En dan zegt ze dan, hoe zegt Steve Jobs, dat je altijd pas achteraf de dots connect. Ja. En ja. Dat je dan denkt, oh, frek, heeft het allemaal met elkaar te maken. Ja. Dat kan je niet van tevoren weten. Maar het is wel grappig dat je dus merkt van... Hey, ja, ik heb daar toch energie op gehad op dat moment. Ja. En uiteindelijk... Ik bedoel, ben je nu de fotograaf van Ilko de Boer. En die is zo, volgens mij, tenminste wat ik hem heb horen zeggen... heel enthousiast over jou. Dus dat is goed. Super. Ja, toch? Ja. Ja, dat is wel lachen. Dus nou ja, en in die hoedanigheid ging je natuurlijk mee naar Miami. En dat was super lachen. Dus ja, het is wel grappig hoe dat gaat. Ja. Ik vind het echt, ja, ik hou van dit soort verhalen. Ik denk ook van, ik vind het ook lekker. Het geeft ook een soort van hoop van, hey, weet je, ga gewoon niet dromen achterna. Weet je, zet het op papier wat je graag wil. Ook al is het nog niet, het kan wel gebeuren. Ja, en dan misschien inderdaad van daar ook niet te bewust mee bezig te zijn, ook altijd. Dat je het ook gewoon even moet laten gaan. Want ja, het is niet wat ik al zei, het is niet dat ik daar dagelijks aan dacht of zo. Maar het was gewoon zo meer een stip op de horizon en we zien wel. En ja, dat is trouwens met Stu McLaren dan ook. Want ja, hij woont in Canada, dus dat is natuurlijk wel... Ja, er zit wel een oceaan nog tussen, dus dat wordt misschien ietsje lastiger. Maar ik heb ook ooit opgeschreven dat ik met hem en zijn vrouw de Village Impact dat zij hebben. Dat is een goed doel wat zij hebben opgericht en steunen. Dat ik daar ook nog graag iets mee wil doen. Want dat is een goed doel in Kenia dat ze hebben opgezet. En Kenia is natuurlijk ook een van mijn lievelingslanden om op vakantie te gaan ook om te reizen. Dus ik had echt zoiets van, ja, oké. En die heeft dezelfde persoonlijkheid. En die hebben een doel waar Valentijn en ik ook mee bezig zijn. Want wij willen ook wel graag ooit daar zelf iets opzetten. Dus ik had zoiets van, ja, ooit moet ik daar ook iets mee gaan doen. Dus ja, bij deze is het uitgesproken. Yes, de bestelling is geplaatst bij unit.com, ja. Zoals ik dat dan altijd noem. Dus volgens mij is dat ook het enige, hè? Want dat is wel grappig. Ik ben nu 21 Days of Abundance aan het doen, meditatie van Deepak Chopra. En dan zegt hij ook van, ja, je moet het zeg maar bestellen. Ik noem het dan universe.com. Je moet het bestellen bij universe.com en dan moet je ook het resultaat loslaten. Je moet dan niet de hele tijd ermee bezig gaan of je pakje al binnen is gekomen. Ja, niet elke dag de tracking code checken. Die moet je dan eventjes laten gaan, want dan komt daar veel te veel druk op te staan. En dan, en dan is er geen ruimte om ook het pakje te laten bezorgen, zullen we maar zeggen. Ja, dat is ook. Ik vond het wel een grappig idee. Dat kwam van de week in één keer op. En toen dacht ik, ja, er zit wel wat in. Dat ik denk van, ja. Maar je moet, ja, weet je, als je de bestelling niet doet, dan weten ze ook niet wat ze moeten komen bezorgen. Hè? Dus dat is het ding. Ja, zo is het. Dat is bij de Sint ook. Hè? Als je geen cadeautjeslijst klaar hebt, dan weet je het ook niet. Dan vraag je in één keer iets wat je helemaal niet wil hebben. Nou, dat. En ik vind het een feest van herkenning dit. Want ik had dat dus met Michael Franti inderdaad, waar ik dus afgelopen december naartoe was in Bali, november, december. Er was ook zoiets, er stond al 10 jaar op mijn lijst. Yeah. En in één keer kwam er gelegenheid. Het was net alsof die me uitnodigde. Het was ook in de week van mijn verjaardag, weet je wel, dat je gewoon voelt van, oh, ik moet dit doen. Ja. Doen. En het is onbeschrijfelijk wat het... Want je kan je op dit moment dan nog niet voorstellen hoe het dan is als je met zo iemand samenwerkt. Maar als het eenmaal zo is, dan is het ook een soort vanzelfsprekend of zo. Of iets. Ja, ik weet niet precies wat het is, maar dat is zo grappig daaraan. Ja. Dus heerlijk. Oh, I love it. Nou, dat is inspirerend, vind ik. Ja. Want dan denk ik, goed. Ik denk dat veel mensen dat wat vaker zouden mogen doen. En
heeft ook wel mee te maken met jezelf kennen. Hè? Goed weten wat je wil, wat je belangrijk vindt, hoe je in elkaar zit, wat je... Ja. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, ja, ik ben nu net 41 geworden, maar het is niet zo... het is wel iets van de laatste jaren of zo. Het is niet dat ik altijd al heb gehad. Ik heb wel altijd zo'n soort van vertrouwen gehad, maar als je jong bent en je gaat een huis kopen of je eerste auto en je eerste job, dan dat is toch allemaal... Ja, dat liep toch allemaal zo ietsje minder in vertrouwen. Of ik weet niet, ja, dat was gewoon anders. Dus het is wel iets van de laatste jaren. Maar ik moet wel zeggen, ik heb een jaartje of twee geleden heb ik de... hoe heet die test ook weer? Clifton Strengths test gedaan. Zo'n persoonlijkheidstest. En toen is daar uitgekomen dat op nummer 1 zat bij mij aanpassingsvermogen. En dan dacht ik van... ja, dat kan wel. En ik ben dat dan vanaf dan ook gewoon veel meer gaan omarmen. Zo van, ja, dat is ook wel een stukje dat vertrouwen dan, dat er dan in zit. Maar ook gewoon van, ja, als het niet lukt, dan doen we gewoon iets anders. En ik ben dan nog meer gaan inzetten eigenlijk, ook in mijn bedrijf, maar ook in ons privéleven. En dat is ook wel fijn om zo een klein beetje... Ja, ik weet niet, die bevestiging of zo. Dat staat dan zwart op wit, hè, want dat zijn dan 40 punten, denk ik. En je hebt dan een top 3. En op 1 staat dat dan zo aanpassingsvermogen. En dan doet dat wel zo. Dan zit dat wel iets extra op gang, zo precies. Ja, ja. Ja, mooi, mooi. Dat is, ja, nou ja, en dat is goed om te weten van jezelf. En natuurlijk, ja, weet je, die wijsheid en dat vertrouwen, die moet je krijgen door te ervaren dat dingen... niet zo, nou ja, wat ik altijd zeg van de mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. En als dan blijkt dat het lijden wat je vreest niet gaat plaatsvinden, dat gebeurt 9 van de 10 keer, gebeurt er helemaal niks waar jij bang voor bent. Nee. En als je dat dan een paar keer ervaren hebt, dan kom je tot de conclusie van, oh, ik ben bang voor iets wat waarschijnlijk helemaal niet gaat gebeuren. Dus dan kan ik er misschien anders in staan. En als ik het dan gewoon van een ander perspectief zie, of me daaraan aanpas aan de situatie, dan... Ja. Hoef ik er ook niet bang voor te zijn. En dat maakt natuurlijk allemaal dingen wel een stukje makkelijker of zo. Dus, ja. Maar het is wel zo dat hoe ouder je wordt, hoe makkelijker. Dat ben ik wel met je eens. Wel een beetje een boven de 40 dingetje. Boven de 35 misschien. En de een doet het sneller als de ander. Hè? Ja. Wat ik ook altijd een spannende vraag vind, maar wel leuk om te stellen, is als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... puntje, puntje, puntje... En dan mag jij iets invullen. Dan zou je weten dat ik totaal niet kan tegen ongelijkheid of tegen oneerlijkheid. Daar krijg ik echt de boebelen van. Dat zeggen wij in Antwerpen. Kan ik echt niet tegen. En tegen smakgeluiden. Daar kan ik ook echt niet tegen. Ja. Oké. Ja, nee, dat is goed om te weten. Ja. Ga ik nu geen boterhammetje eten? Grapje. Ja, er zijn vriendinnetjes van mijn dochter die ik werk vaak van thuis uit. Dus mijn dochter die komt vaak 's middags lunchen bij ons thuis. En dan brengt zij ook heel dikwijls een vriendinnetje mee. Dat kan ook natuurlijk. En dan bak ik pannenkoeken of ja, maakt niet uit. Vind ik gewoon leuk dat er volk over de vloer komt. Maar er is één vriendinnetje... En die smakt echt. En ik heb tegen mijn dochter gezegd, die mag niet meer meekomen. Want ik had al een paar keer gezegd, van je moet met je mondje toe eten. En dat lukt haar niet. Zij kan dan niet meer mondje toe eten. Dus ja, die mag wel nog komen spelen. Die mag hier nog over de vloer komen, maar niet om te eten. Oh, wat goed. Bepaal gewoon je grens, ja toch? Ja. Oh, en wat grappig is, als dingen je irriteren, dat kan ook soms groter worden dan het is of zo, op een of andere manier. Waarschijnlijk wel. Ja, ja. Oh, het is ook gewoon vanaf het moment dat je erop begint te focussen, dan wordt het gewoon luider vanzelf. Ja. Dus ja, waarschijnlijk is het zo, maar ja, ik kan er echt niet tegen. Zoals Tony zegt, wat je aandacht geeft, groeit. Ja, kan je ook gebruiken, maar het kan ook tegen je werken soms. Ja, zeker.
Nou ja. Ja, en nou wil ik zo een soort van bruggetje maken naar een serieus iets. Namelijk, wat zijn jouw grootste levenslessen? Of wat is jouw grootste inzicht? Ja, ik denk gewoon ook wel dat... dat alles wel goed komt. Ja, zoals bijvoorbeeld mijn man, die is op 1 april mee in de zaak gekomen. Dus die was altijd werknemer geweest voor een chemisch bedrijf in de Antwerpse haven. Die is afgestudeerd van school, is daar beginnen werken en heeft daar 20 jaar gewerkt. En wij hadden besloten dat hij ook als zelfstandige aan de slag zou gaan en dat wij samen een vennootschap zouden starten. Nu, we waren er al een jaar mee bezig, hij had zijn opzicht gegeven. We hadden een afspraak bij de notaris en ineens, midden maart, komt corona in het land. En hadden we zoiets van, ja, wat gaan we nu doen? Want ja, ik mocht vanuit de overheid mocht ik niet werken. Ik heb 3 maanden niet mogen werken. Dus dat was al zeker. En ik had ook direct zoiets van, ja, wat gaat dat daarna zijn? Gaat dat binnen 3 maanden gedaan zijn? Of loopt dat nog verder? Ja, we zijn in oktober en is nog altijd aan de gang. Wie weet voor hoe lang nog. Dus mijn opdrachten kwamen ook ietsje minder frequent. Er zijn ook heel veel dingen afgezegd en zo natuurlijk en uitgesteld. Dus langs mijn kant kwam er niet echt heel veel inkomen binnen. En mijn man, die toen wel werknemer was en een goed loon had, dat viel dan ook weg. Dus we hadden zoiets van, ja, gaan wij daar dan effectief mee door? Gaan wij op 1 april echt effectief die stap maken? Maar ja, hij had zijn opzichtperiode staan. Ja, er was al iemand anders in dienst genomen om hem te vervangen. Dus dat was niet zo gemakkelijk. En toen heb ik wel even voor het eerst in lange tijd echt een diep gehad. Dat ik dacht van, hoe gaan we dit doen? Want ja, natuurlijk heb je wel spaarcenten, maar als je niet weet hoe lang dat iets gaat duren, dan, en ja, je weet ook echt niet of er werk zal zijn, dat was wel even heel spannend. Maar uiteindelijk heb ik altijd wel van binnen ook wel het gevoel gehad van, ja, of heb ik mezelf doen nadenken over wat is het ergste dat er kan gebeuren? En je kan altijd ja, dingen doen om aan geld te geraken, is misschien nu raar gezegd, maar je kan altijd je huis verkopen en kleiner gaan wonen als het echt zo moet zijn. Dus dat is wel, denk ik, mijn grootste les geweest tot nu toe, dat het uiteindelijk altijd wel goed komt. En dat er zijn altijd mensen die het veel slechter hebben dan wij. En die... wij bijvoorbeeld door zo veel te reizen naar Afrika, hebben wij daar ook een groot netwerk van gidsen en mensen die daar jeeps verhuren. En zelfs van die gasten die met brommertjes rondrijden om toeristen naar de supermarkt en zo te brengen. En wij hebben ook met heel veel van die mensen nog contact. En ik stort gewoon ook elke maand een bedrag naar een gezin dat we daar hebben leren kennen in Iwatamu. Die hebben 3 meisjes. En ja, nu deel heel veel geld. En ik kreeg direct een berichtje terug van, oh, de scholen zijn hier terug geopend, maar ik kan nu met jouw bijdrage kan ik lunch gaan kopen voor mijn kinderen. En kunnen ze vanaf morgen terug naar school. En dan denk ik, wauw, welke problemen hebben wij hier eigenlijk? Dat gaat toch helemaal nergens over? Dus allee, wij vinden hier altijd wel een oplossing. We hebben ook een sociaal vangnet. Dus er is altijd wel een oplossing als het echt de verkeerde kant uitgaat. En dat vind ik wel, dat vind ik wel goed om te weten. Of dat sterkt mij wel in mijn gedachten van, ja, er zijn mensen die waar het veel slechter mee gaat. Nu mee heel de corona, al die... Ja, ik spreek nu over Kenia, maar er zijn natuurlijk dat in andere landen ook mensen die echt 100% afhankelijk zijn van toerisme en die nu gewoon hun kinderen geen eten kunnen geven omdat zij, ja, omdat er geen toeristen zijn. Dus dat is toch...
Het is niet dat ik daar vaak bij stilsta, maar als ik dan, ja, als ik dan een eerste wereldprobleem heb, dan helpt mij dat wel direct om met twee voetjes terug op de grond te komen. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, dat is, nou ja, goed, dat werkt wel hoor. Een beetje relativeren af en toe. Ja. Dat kan soms zo groot worden. Ja. Ja. Vind jij zelf dat je veel veerkracht hebt? Is dat iets wat jij. En is dat iets wat je kan leren, veerkracht? Ik denk wel dat ik dat zelf. Dat ik van voor in de rij stond als veerkracht werd uitgedeeld. Dat denk ik wel. In de zin van, ja, als ik dan denk aan. Aan die Clifton Strengths test weer terug, aan de aanpassingsvermogen. Dat heeft er misschien ook wel een klein beetje mee te maken. Maar mijn man en ik zijn al heel lang een koppel. Wij zijn al wij zijn elkaars eerste grote liefde. Dus wij delen al 23 jaar samen. Dus dat is best al wel een lange periode, hè, als je 41 bent. En wij hebben ook wel al redelijk wat dingen privé meegemaakt die waardoor. Als andere mensen dat zouden meemaken, dat zij nu wel op een andere manier in het leven zouden staan. En dat is bij ons niet zo. Dat heeft er bij ons wel voor gezorgd dat we er gewoon alles proberen uit te halen wat erin zit. En dat we dat ook gewoon aan elkaar beloven. Of dat we dat vaak ook tegen elkaar zeggen van, goh, we gaan hier nu niet het hebben over ruzie maken over de afwas of weet ik veel. Of over vuile sokken die er ergens lopen te slingeren of zo. Dat is bij ons wel heel erg aanwezig. Dus ja, veerkracht, denk ik dat je soms leert omdat je het moet leren om verder te kunnen. Maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met daar ook wel bewust mee bezig zijn. En dan misschien. Dat misschien toch wel te onderhouden of zo. Want ik ken wel, ja, zonder te veel in detail te willen treden, maar ik ken ook een aantal koppels die hetzelfde hebben meegemaakt als wij. En die in depressies belanden en die uit elkaar gaan. Dus het kan ook gewoon die kant uit gaan. En ik ben wel heel blij dat dat bij ons niet zo gebeurd is. Dus ik denk wel dat wij dat redelijk goed doen. Ik niet alleen, hè. Mijn man even goed. Hè. We doen dat met twee gewoon. Ja, met twee zeker. Ja. Maar dan moet je allebei heel bewust, denk ik ook, dat geloof ik ook hoor, dat je allebei bewust heel veel aandacht aan moet besteden. Dat het best wel belangrijk is. Dat je dat ook moet willen. Ja, en het in perspectief ook plaatsen, hè, wat jij net zei, dat het. Dat het echt wel veel erger is. Ja, nou ja, goed. En dat is mooi om dat af en toe te realiseren. Moet je ook niet de hele tijd doen. Je moet voelt ook niet alles te bagatelliseren. Maar dat je gewoon zegt van, ja, inderdaad. Het kan altijd erger. En het is mooi als je kan bijdragen op een manier die, dat je realiseert van, hé, we hebben het best wel goed. En dat je ook op een ander moment gewoon, dat ook kan delen. Dat is natuurlijk ook supermooi. En dat je dat samen doet, dat is ook heel prachtig. Ja. Dat is toch knap hoor, in deze tijd zo lang bij elkaar. Ja. Doe je toch een paar dingen heel goed deze dag. Of allebei. Ja, nou, dat kan allemaal. Ja. Wat leuk. Heerlijk. Nou, ik word blij van dat soort verhalen. En we gaan bijna afronden. Ja. Want anders wordt het een te lang verhaal. Ja, ik ben nog even nieuwsgierig naar wat jij kijkt, luistert en leest op dit moment. Je hebt 10 boeken op je nachtkastje. Maar... Ja, lezen op dit moment, daar is geen tijd voor. Dus dat is even weggevallen. Ik probeer wel dagelijks even naar buiten te gaan, even te wandelen, even weg van mijn computerscherm. En daar zit dan vaak een podcast bij. Maar ik heb niet echt een lievelingspodcast of zo. Het is echt gewoon waar ik op dat moment zin in heb om te luisteren. Dus het kan over van alles gaan. Maar ook altijd
over zelfontwikkeling, of over marketing, of over business of zo. Ik luister niet zo van die... je hebt ook zo van die ingesproken verhalen, hoorde ik onlangs. Ingesproken romans of zo, maar ja, dat is mijn ding niet. Dus niet echt een lievelingspodcast daar. En wat was jouw derde vraag? Lezen, luisteren en kijken. Wat kijken. Oh, en kijken. Oh ja, wij hebben een tv. Maar die staat echt hier te verstoffen eigenlijk. Want ja, als je om 9 uur 's avonds in je bed gaat, dan is er niet veel tijd meer om tv te kijken. Maar wat we wel heel leuk vinden, is bijvoorbeeld op een regenachtige zondagmiddag of zo, kijken we wel eens samen tv. En de laatste serie wat we nu net hebben afgesloten, is The Missing. En dat vind ik echt zo'n sterke serie. We hebben nu seizoen 2 gezien. En dat vind ik echt een heel goede serie. Ja. Ja. En wat ik wel doe, dat doe ik wel met mijn dochter. Kijken we, zij heeft Friends ontdekt. En ik heb al die dvd's ooit gekregen. Zo, ja, een reeks voor mijn verjaardag, een reeks met de feestdagen. Dus ik heb heel de op dvd is dat dan nog, heel de reeks hier staan. En we zijn nu al voor de tweede keer alle seizoenen aan het bekijken. Dus elke avond één afleveringetje. Ik hoor dat de laatste tijd heel veel mensen. En dat hun kinderen dat inderdaad ook hartstikke leuk vinden. Dat is dan een soort van dus hun eigen sentiment weer terug. En dan ook dat de kinderen het dus overnemen. Die ook de humor daarvan snappen. En het is gewoon heel entertaining, toch? Ja, soms is het wel als er zo Joey talk of zo is. Hè, dan, ik weet niet of dat je Friends kent, maar dan in het begin had ik zoiets van... moet ik dit niet even pauzeren? En moeten we niet even naar ogen en oren sluiten of zo? Maar ja, uiteindelijk, ja, ik bedoel, het is gewoon beter dat ze het samen met mij bekijkt dan dat ze het op een andere manier... en dan ben ik er niet om daarover te praten of zo. Dus ik vind het allemaal prima. Ja, wel grappig, ja. Wel grappig dat je daar dan ook over nadenkt, ja. Ja. Van hoe dat dan overkomt of zo. Maar goed, ja, weet je, ja, ik vond het ook altijd een leuke serie. Maar ik moet zeggen, ik heb niet nog een... Nou ja, ik heb geen dvd-speler. Ja, dat hebben wij nog wel. Ja, dat is lang geleden. Ik heb ook geen cd-speler. Ik zat laatst ook, kreeg ik van iemand een cd. Ik zei, ja, ik weet niet waar die moet doen. Sorry. Ja. Goed, ja. Nou ja, het is wel grappig op zich. Het is zo kort geleden dat we het allemaal nog wel hadden. Dat is het grappige. Ja, en ik weet nog dat mijn man zei, want die heeft een gigantische cd-collectie. En die zei ook altijd van, die kocht elke week nieuwe cd's. En die zei ook altijd van, een cd gaat er nooit uit. Dat gaat altijd blijven bestaan, want dat is digitaal. Ja, niet dus. Het staat hier nu ook ergens opgeborgen in een kast. En we raken het niet meer aan. Ja. Ik heb ze vorig jaar allemaal weggegeven. 4000 cd's of zo. Echt, dat je denkt, goede cd's, joh. Echt. Ik zat er zelfs doorheen te denken. Ik denk, ik moet dit niet gaan kijken. Want dan wil ik het allemaal opzoeken op Spotify of zo. Ja. Dat je het bewaren. Ja. Het was echt een hele goede collectie. Dus ik denk dat iemand daar nu heel blij mee is. Ja, dat hoop ik dan maar. Ja. Maar goed, ja. Oh, heerlijk. Kim. Ter afsluiting, heb jij nog advies voor de luisteraars? Of een tip of iets waarvan je zegt van, nou, dit is leuk. Favoriete quote. Moet ik even heel hard over nadenken. ik denk dat het gewoon... Ik denk dat het, ja, dat is niet echt een tip of zo, maar dat is hoe ik zelf wel graag in het leven sta. Dat je, dat je gewoon open moet staan om dat het wel handig is als je een open blik hebt en kijkt wat er op je pad komt en dat ook aanneemt als het iets kan bijdragen en het laat voorbijvaren als het jou niet dient op dat moment. Ik denk dat dat wel, voor mij werkt dat heel goed. En ik denk dat er misschien wel mensen zijn die dat nog wat meer mogen toelaten of zo. Dat kan soms wel voor magie zorgen. Wauw. Nou, dat klinkt goed. Dat klinkt als een hele goede tip. Oké, super.
Kim, waar kunnen mensen jou vinden? Want ik neem aan dat mensen wel nieuwsgierig zijn naar jou. En waar heb je een website? Ja, ik heb een website, kimmarifood.be. En dat is mijn website voor personal brand fotografie. Dus voor één-op-één fotoshoots gaan we een hele dag shooten. Internationaal, of ja, Nederland is ook internationaal natuurlijk. Maar dus het kan in Nederland, het kan in België, het kan op een exotische locatie. Misschien moeten we voor die exotische locatie nog ietsje langer wachten, maar het kan dus wel. Ik ben eigenlijk ook de laatste maanden aan de slag geweest met een online programma. Want ik wil eigenlijk ook heel graag ondernemers leren hoe ze zelf hun personal brand fotografie kunnen doen met hun smartphone. Dus tot we zover zijn dat we naar de exotische locaties kunnen of voor startende ondernemers. Hè, want nu met corona zijn er natuurlijk ook veel nieuwe ondernemers bijgekomen. Die wil ik daar graag ook mee verder helpen. Dat zij ook die visuele content hebben om hun bedrijf te kunnen laten groeien. Dus, dat klinkt echt cool. Ja, is ook heel cool. En het online programma gaan we binnenkort, het heet Online Succes met Selfies. En dat gaan we binnenkort lanceren. Maar die informatie kan je ook allemaal terugvinden op kimmarifood.be. Tof, tof. En ze kunnen je volgen op Instagram. We zetten alle linkjes eventjes in de show notes bij deze podcast. Ja. Zodat je het makkelijk kan terugvinden. En ook over dus de succes met selfies. Online succes met selfies. Het is natuurlijk heel goed om foto's te laten maken door een professionele fotograaf. En zeker op toffe locaties. Dan kan je bijvoorbeeld een fotoshoot doen in Miami. Ja, ik was toen ziek, joh. Oh, ja, er is toen niet van gekomen. Ik onder een palmboom. Oh, dat is echt best. Maar wat ik wilde zeggen. Door selfies te maken. Weet je, je kan niet genoeg content hebben. Je kan niet genoeg foto's van jezelf hebben. Want je hebt eigenlijk voor elk... Ja, weet je, op Instagram. Je hebt gewoon elke grid van 9 foto's. Moet je minstens 1 foto van jezelf hebben. Wil je een beetje herkend worden. Dat is gewoon belangrijk. Ja, dus, alles, ja. Eigenlijk meer. Ik zie wel dat de mensen die succesvol zijn op Instagram, die plaatsen eigenlijk bijna alleen maar foto's van zichzelf. Ja. Ik wist dat zelf een beetje af. Maar dus, en een goede selfie, dat is een kunst. Dus ik denk dat een heel goed idee is dat jij daar een cursus over gemaakt hebt. En ik hoop dat mensen het leuk vinden en mee gaan doen. En dank je wel, Kim, voor dit toffe gesprek. Ja, jij ook bedankt. Superleuk. Ik dacht heel leuk. En volgens mij hebben we je wel een beetje leren kennen. Superleuk. Ja, ik denk het wel, hè. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.